trajectcontrole moet ongelukken op de pleiroute bij Arnhem terugdringen. Er wordt veel te hard gereden. Goedenavond en verder. Verpleeghuizen hebben dringend extra hulp nodig. De werkdruk is zo hoog dat er een beroep gedaan wordt op de samenleving. Gewoon mensen met een zorgachtergrond kunnen wij ontzettend goed gebruiken. Karbietschieten, het mag, maar veel organisaties zien er toch van af. En met een biertje erbij, heel gezellig, muziekje erbij, op de achtergrond het karbietschieten. Ja, dat moeten we nu in deze periode zeker niet willen. Op de pleiroute bij Arnhem wordt te hard gereden. En erger nog, dat veroorzaakt ongelukken. En daarom start op die weg een trajectcontrole waarbij camera's over 2 kilometer afstand de snelheid in de gaten houden. We moeten allemaal zoveel mogelijk thuis werken. Toch is het nog dagelijks druk op de pleiroute. En dan zijn er altijd mensen die vinden dat het niet snel genoeg gaat. Ik vind 80 net iets te langzaam gaan. Ja. Ja, goed. Ik ben zelf ook niet iemand die langzaam rijdt. Maar die bestuurders zijn bij deze gewaarschuwd. Want op de N325 bij Arnhem word je vanaf nu automatisch gepakt als je te hard rijdt. Over grofweg de lengte van de André Sacharovbrug hangt namelijk een trajectcontrole. Meerdere camera's registreren alle voertuigen die over dat stuk wegrijden. Een trajectcontrole registreert zowel aan het begin als aan het eindpunt en berekent dan het gemiddelde. Dus tenzij dit busje ineens een stuk langzamer gaat rijden, kan het thuis een boete verwachten. Dit zorgt ervoor dat gedurende dat hele traject mensen bewogen worden om zich aan de snelheid te houden. Terwijl een flitspaal is een momentopname en leidt ook tot variaties in het rijgedrag. De trajectcontrole werd al langere tijd aangekondigd. En het Openbaar Ministerie zag daardoor de laatste tijd de snelheid al teruglopen. Ik denk dat heel veel mensen ook al in de veronderstelling waren, in ieder geval, dat die trajectcontrole al actief was. En dat ze zich daarom al, want als ik het vergelijk met echt een jaartje geleden, dan werd er echt wel hard gereden. Het is een van de drukste N-wegen van Nederland, deze pleiroute. Als de snelheid naar beneden gaat, gaat ook het aantal ongevallen naar beneden. En daar is het om te doen. De long- en cardiologieafdeling van het streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk moet per direct in quarantaine. Zowel bij het verplegend personeel als bij enkele patiënten is corona vastgesteld. De werknemers die moeten thuis 10 dagen in quarantaine. Personeel dat niet positief getest is, neemt het werk over. Op de afdeling kunnen geen extra patiënten worden opgenomen. Zij worden waar mogelijk opgevangen op een andere afdeling. De druk in de verpleeghuizen door corona is hoog. De piek is daar nog niet voorbij. Die komt bij de verpleeghuizen altijd na de piek in de ziekenhuizen. 4 zorgorganisaties in de regio Nijmegen die zitten zo met hun handen in het haar dat ze overal hulp vragen. Bij het Rode Kruis, Defensie en in de horeca. Wij hebben een hele grote keuken. Hier is het allemaal wat kleiner natuurlijk. Net als echt in een huiskamer, in een woning. Miranda van Bekkem staat in de keuken normaal bij restaurant De Betuwe. Maar nu de horeca vanwege coronamaatregelen dicht zit, is ze werkzaam als manager van alles bij een woonzorgcentrum in Tiel. Hier help ik voornamelijk met de ontbijtjes, met het eten, uitserveren 's middags. Dat ze hier komen om ons te ondersteunen en op sommige plekken echt de druk van de ketel af te halen. Ja, geweldig. Momenteel hebben we ruim 40 mensen uit de horeca hier. Ze gaan mee wandelen en spelletjes doen. Dat kon eerst niet. We waren opgesloten. We waren echt niet vrij meer. U was eenzaam? Ja. Hoe zit het met het personeelstekort? Nou, in deze coronatijd is het met name nu in de tweede golf, nu er op een andere manier getest wordt, is het gewoon een groot tekort. Mensen moeten in ieder geval tussen de testen en de uitslag blijven ze al thuis. Testen ze positief, zijn we ze gewoon een geruime tijd kwijt. Die gaten moeten allemaal wel opgevuld worden, buiten om het gewone hoge ziekteverzuim wat we al hebben. Ja, wij vinden de nood hoog, daarom vragen we ook om hulp. De verpleeghuizen en woonzorgcentra zitten nog te springen om mensen met een zorgachtergrond. We hebben best veel aanbod van mensen die willen helpen op andere manieren. En dat lukt gelukkig ook goed en dat helpt ook goed. Maar vooral mensen met een zorgachtergrond kunnen wij ontzettend goed gebruiken. Zorgtaken, die doet ze niet. Ondertussen helpt Miranda wel met haar kookkunsten. Dus toen hebben ze lekker haché gehad met aardappelpuree en rode kool. De rest was wel lekker. Alleen de rode kool niet. Ik hoorde dat het niet bij iedereen in de smaak was gevallen. Terwijl ze vonden het een beetje te rauw. Hier in de keuken staan of in een restaurant? Voor nu vind ik het hier leuk om te doen. En ik ben blij dat ik me nuttig kan maken.
Dus ik hoop dat ze ook blij met mij zijn. Dan de coronacijfers. Het aantal nieuwe coronagevallen in Gelderland is voor de derde dag op rij gedaald. De afgelopen 24 uur kwamen er 423 coronabesmettingen bij. En dat zijn er 149 minder dan gisteren. Ja, in ziekenhuizen lijkt de coronadrukte enigszins te stabiliseren, maar in de thuiszorg is dat nog niet het geval. Thuiszorgorganisaties hebben het extra druk met de verpleging van coronapatiënten die uit het ziekenhuis zijn ontslagen, maar nog wel zorg nodig hebben. In Gaanderen hebben thuiszorg, ziekenhuizen en huisartsen de handen ineengeslagen en een zorghotel ingericht, speciaal voor coronapatiënten. Goedemiddag. Het coronahotel in Gaanderen. Een zorghotel met 32 patiënten, onder wie het echtpaar Grijze. Ik had nog een stille hoop dat het alleen maar een griep was, maar niet dus. Het bleek corona, allebei. Met thuiszorg ging het niet meer. Vorige week vrijdag, toen ben ik 's morgens vroeg op de morgen compleet in elkaar gezakt. Ik had geen kracht meer voor niets. Hoe gaat het? Nou, het houdt niet over nog, hè? Het houdt niet over. In het zorghotel liggen coronapatiënten uit de hele Achterhoek. Ze komen vanuit huis, uit verpleeghuizen of uit ziekenhuizen hierheen. We hebben hier in dit hele grote gebied, de Achterhoek, drie ziekenhuizen die met regelmaat onze patiënten toesturen, zodat zij de reguliere zorg daardoor kunnen zetten. En wij voor hun een stuk ontlasting geven. Het ontlast de normale zorg, vooral omdat coronapatiënten lang zorg nodig hebben. Meneer Roodzand is hier al 4 weken. Je hebt helemaal geen kracht meer, niet in je benen, niet nergens niet. Je bent alleen maar slap. Het echtpaar Gijzen ligt nog pas een week. Ze probeerden het met thuiszorg en een dochter die hielp. Ja, toen ik maandagnacht misselijk werd en ziek, ja, dan lukt dat niet meer. En dan moet er een andere oplossing gezocht worden. We hebben wel met de thuiszorg daar ook over gehad. En die zeggen, we kunnen wel een paar keer vaker komen. Maar het blijft bij een paar keer vaker. En 7 x 24 uur, dat kunnen ze onmogelijk opvullen. En dus werd het zorghotel. En de temperatuur van 36,8. Maar hoe goed het ook gaat, koorts is mooi gezakt. Ja. Ze hopen toch weer snel naar huis te mogen. De Achterhoekse band Bovooi Toch op de creatieve tour. Met bijna 1000 verfroerstokjes knutselde Willem de Mulder een basgitaar. Apart, hè? Je ziet het er niet aan af, hè? Een enorme sluier van Kant. Dat is het middelpunt van de tentoonstelling Lost Connections van de Nijmeegse kunstenares Alice Schoonhoven. Lost Connections staat voor het verlies aan verbintenis tussen mens en natuur en mensen onderling. Het sluier herstelt die verbindingen, is de gedachte van de kunstenares. Voor het werk ontving ze Kant van over de hele wereld. Een fysieke expositie zat er vanwege corona niet in. En dus is het een online project geworden. Renaissance 2020. Mother Earth is calling. Vanaf vandaag is de korte film te bewonderen op YouTube. Een treurig einde vandaag voor een groot houten speeltoestel in het Apeldoornse Matenpark. Het toestel werd keer op keer vernield en is daarom weggehaald. Daar gaat hij dan de grond uit en daarna wordt hij helemaal afgebroken. De gemeente investeerde inclusief aanschaf de laatste jaren zeker 160.000 euro. Voor niets, want ook herplaatsing van het toestel is niet gelukt. Op dit moment konden wij zo snel geen andere locatie vinden. En zowel politie als brandweer heeft dit als risicoplek aangemerkt voor oud en nieuw. Dus ze hebben ons heel dringend gevraagd om voor oud en nieuw dit te verplaatsen. Ja. Eén schrale troost, de afgebroken delen worden straks wel gebruikt om andere speeltoestellen van te maken. Komt het toch nog een klein beetje goed terecht. Vegan speaker Peter Jansen is veroordeeld tot ruim 2 jaar cel voor brandstichting bij eendenslachterij Thomas Ducto in Ermelo. De Culemborger stak op 28 mei midden in de nacht een vrachtwagen en vrachtwagentrailers van de slachterij in brand. De bewoners van 6 omliggende huizen moesten daardoor worden geëvacueerd. De dierenactivist kon worden aangehouden omdat zijn autosleutel bij het bedrijf was gevonden. Hij moet ook een schadevergoeding van ruim 5.000 euro betalen aan Thomas Ducto.
Nu vuurwerk met de jaarwisseling verboden is, ontstaat er meer belangstelling voor karbietschieten. Maar ook dat staat onder druk, want de Nederlandse BOA-bond die pleit voor verbod. En veel karbietevenementen in de provincie die gaan sowieso al niet door dit jaar. Hummelo is met oudjaar altijd het toneel van een waar karbietspektakel. Maar dit jaar niet. De organisatie durft het niet aan vanwege de te verwachten extra drukte. Die gaat dicht bij elkaar staan, lekker bij je op een haardvuurtje, lekker praten. En met een biertje erbij, heel gezellig, muziekje erbij, op de achtergrond het karbietschieten. Ja, dat moeten we nu in deze periode zeker niet willen. Johan Floors uit Noorddijk verkoopt normaal machines voor land- en tuinbouw, maar in december ook karbiet. Hij merkt dat er nu al veel meer vraag naar is en niet alleen uit de traditionele karbietschietregio's. Meer vanuit het westen gericht. Dus van oudsher was het hier regionaal, Achterhoek. Ik zeg al, hier zo, als ze niet kunnen verstaan, dan misschien kent ze het dan niet. Dus ja, moet wel een beetje verantwoordelijk blijven, ook als verkooppunt zijnde. In grote delen van Gelderland is karbietschieten helemaal geen traditie. Zelfs in een stad als Nijmegen mochten nou slimmerikken denken, oh, een vuurpijl mag niet, maar het krabiet wel. Nou, mooi niet, want dan ga ik in Nijmegen gewoon ook het krabietschieten verbieden, hoor. Maar in de Achterhoek en op de Veluwe zou een algeheel verbod helemaal verkeerd vallen. Krabietschieten, dat moet doorgaan. Het is een cultureel erfgoed, dus dat moet in stand gehouden worden. Mits veilig en geen samenloop van mensen op één hoping. In deze regio wordt het eigenlijk van vader op zoon een beetje doorgegeven hoe het werkt. Dan beginnen de kinderen met de kleinere de koffieblikken en de ouderwetse buismanblikken. En dan wordt het heel rustig aan de melkbussen en de gastanks. Het idee ontstond spontaan na een bezoekje aan de plaatselijke bouwmarkt. Het maken van een werkend basgitaar van verfroerstokjes. Willem de Molder, bekend van de band Boy Voy Toch en het TV Gelderland programma I Love de Achterhoek, voegde direct de daad bij het woord. Zo'n 1000 stokjes later is het instrument bijna af. Hij klinkt goed, hij speelt goed en hij ziet er ook nog eens goed uit. Willem de Molder uit Groenlo is zo trots als een pauw nu zijn nieuwste basgitaar bijna af is. Grotendeels met eigen handen gemaakt met verfroerstaafjes. Apart, hè? Je ziet het er niet aan af, hè? Weet je, het geeft zo'n mooie... Mooie structuur. Een mooi uiterlijk heeft de gitaar zeker. En dat mag ook wel, want de Achterhoeker is anderhalve maand met het project bezig geweest. Uren besteedde hij in zijn garage. Het was vooral veel lijmen, plakken en schuren. Maar het resultaat mag er zijn. Als je gaat schuren, gaan die dingen vervormen. Dus hier ook, deze. Dat is eigenlijk een gratis dingetje wat je meekrijgt. Dat vind ik zo mooi, want dan probeer ik juist die donkere streep, die probeer ik mooi met die ronding mee te krijgen. Dus dan ben je een beetje aan het beeld houden eigenlijk. Dat was nog een hele opgave. Na het houtwerk moest ook de bedrading aan de binnenkant in orde worden gemaakt. Dat liet hij door iemand anders doen. De hals van verfroerstokjes is ook nog niet helemaal af. Ook daar kijkt iemand anders nog naar. Maar dat hij meegaat op tour, dat is zeker. Ik had zoiets van, nou, lukt het niet, dan is hij toch prachtig om aan de muur te hangen. Ook al speel je er dan niet op. Dus dat is een beetje gokken. En ja, hij gaat bij de eerste optreden gaat hij mee, absoluut. Nou, dat is heel knap gedaan. Dan nog het weer. We begonnen de dag met een strak blauwe lucht, zoals hier in Doetinchem. En al snel werd het toch wat druilerig. Aan het begin van de avond valt in de Achterhoek nog een bui. Daarna is het een tijdje droog, met zelfs een paar opklaringen. Vannacht raakt het opnieuw bewolkt en volgt er lokaal wat lichte regen. Het koelt vannacht af tot rond een graad of 8. Morgen overheerst de bewolking. Voor de zon is vrijwel geen ruimte. Wel blijft het zo goed als droog. De temperatuur die komt op 12 of 13 graden uit en er waait een meest matige zuidwestenwind. Kijken we even verder. Woensdag wordt het zo'n graad of 13 of 14. En dat is voor de tijd van het jaar zeer zacht. Blijft droog en de zon die breekt geregeld door. De dagen daarna valt er soms wat regen en wordt het met een graad of 10 ook wat frisser. Tot zover het Gelders nieuws op onze site. De mysterieuze verdwijning van de Jack Russell Lizzie. Het hondje lag zoals gewoonlijk in haar buitenhok te slapen. En de volgende ochtend ontdekte de eigenaresse dat ze weg was. Terwijl de twee schuifsloten op het hek zitten. Het hele verhaal over de zoektocht lees je op gld.nl. Mooie avond verder.